allemaal, welkom bij Dit Mijn Toekomst op deze maandagochtend om 9 uur. Lekker koffie erbij, en lekker voor de YouTube en internet. En kijk even mee op Facebook natuurlijk, ik zie Joke Hop er al. Onze trouwe kijker, welkom Joke Hop. Welkom lieve mensen, ik ben Marijn. Zoals jullie weten werk ik ook met de toekomst. En ja, ben medium, ben Hila, ben Inise Doekoen. De klankschaal en de krissen en nog meer dingen. Maar vandaag hebben we het thema, namelijk de nieuwe volle maan. Die eigenlijk al daarboven hangt. En die is heel sterk. Dus vond ik ook wel iets om aan jullie te vertellen dat jullie daarop attendeert. Welkom lieve mensen op YouTube en internet. En natuurlijk Indonesië. Selamat pagi iedereen. En ik weet dat jullie toe kijken. Dus dat is er ook erbij. Ik zie al Joke Hop, José. Goedemorgen allemaal. Eén gedeeld, José. Dankjewel. Nou, helemaal goed. We gaan beginnen. We gaan beginnen over de volle maan. Het is vandaag 22/4/24. Nou, het zijn allemaal tweetjes. Nou, dat is dus samen zijn en gelijk zijn. Alles met de twee. Zoek het maar op in de Engelenboek. Jeanette Bos is er ook. Goedemorgen, Jeanette. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Nou, we gaan starten. We gaan starten, want ik zie dat al wat mensen er zijn. Ja, dankjewel, Jozef Stokkors. Even nog een mededeling. Woensdagavond zijn we er ook weer. Van 7 tot 8. En dan komt Nienke. En ik ben natuurlijk online. En ik sta gewoon op de achtergrond. Dus ik wens jullie ook daarmee veel kijkplezier. En natuurlijk staat achter de regie Naomi. Onze, ja, die zit helemaal achter de regie. Wilt u bij mij in mijn uitzending komen, dan belt u 0909-8070-4. En natuurlijk voor mijn lieve collega's op 0909-8070-1. Ik zie dat er een Nederland is. En ik had niet zo goed lezen op mijn laptop, maar komt goed. En ik zie dat er ook nieuwe kijkers kijken. En ik heb ze allemaal gedeeld op de Messenger en op Facebook. Dus wees gewoon welkom en luister mee en kijk. Goed, de volle maan van april. Het is in de vorm van de supersneeuwmaan. Dat betekent dat die ook super wit is en ook een beetje laag hangt. De maan staat dicht bij de aarde. Dus hij zit echt heel laag omhoog. Beneden, sorry. Waardoor wij een hoge maanenergie voelen. Die is heel heftig. De hoge maanenergie kunnen we nog meer emotioneel voelen. Dus mocht je emotioneel voelen, denk je van waar komt dat in godsnaam vandaan? Weet gewoon dat het met de volle maan te maken heeft. We hebben onrustige gedachten. Het blijkt uit onderzoek dat we tijdens de volle maan minder melatonine aanmaken. Dit is een hormoon wat ons slaperig maakt. Dus mocht je heel moe zijn, dat komt echt door de volle maan. Ja, ik zou zeggen, doe 's middags als kan een dutje en anders vroeg naar bed. Dat is straks goed. Tijdens de volle maan wordt de aanmaak van de slaaphormonen prolactine verstoord. Dat betekent gewoon de sterke energie van de maan zorgt ervoor dat je moeilijk te slapen kunt vatten. Je ligt te woelen in bed en overdag heb je last van slaaptekort. En intense dromen kunnen dus ineens ontstaan op je gaat slaapwandelen. Nou, ik hoop niet dat je dat gaat doen, dat slaapwandelen. Maar dan weet ik niet of je naar buiten gaat midden in de nacht. Dus ik zou zeggen, trek een pyjama aan voordat je naar buiten loopt. Even een grapje. Ja, weet je. En hoogsensitieve mensen, personen, heb je een gevoelige zenuwstelsel en je hebt ook gevoelige voor de kracht van de volle maan. De mensen bestaat uit 50 of 70% water. De zwarte kracht van de volle maan heeft op aarde invloed op water. Het staat symbool voor emoties. Het is geen verrassing dat de maan veel invloed uitoefent op ons. De maan oefent een aanstekkingskracht uit op de aarde en hij bepaalt wat er gaat gebeuren.
Sorry. Ik ben een beetje verkouden aan het worden. Het water reageert wanneer de zwaartekracht, zeg maar, aantrekt. Eb en vloed. Ik hoop dat jullie wel hebben kunnen slapen. Want hij was er gisteren al een beetje. En als je hem dan ook ziet, ik begroet hem altijd. Want ik vind het ook heel mooi aan de volle maan boven. En er is ook veel meer licht. Veel mensen geloven dat ons lichaam daarvoor een groot deel uitmaakt uit water. Bestaat dat ook dat effect van voelt. Het is de populairste verklaring. Meer verschillende onderzoek weerleggen. De theorie en de massa water in ons lichaam is natuurlijk niet vergelijkbaar met de zee. Het is natuurlijk groot genoeg om aangetrokken te worden door de maan. Joke zegt, ik was de hele nacht wakker. Hey Tony, goedemorgen allemaal. Wens iedereen een hele mooie dag. Geniet. Leuk dat je er bent, lieve Tony. Jeannette Bos, goedemorgen. Ga je ook op? Heb je je pyjama aangedaan of ga je ook slaapwandelen? Ja, weet je, het is gewoon het beste dat je hier ook voorbereidt. Dat je dan ook eigenlijk voor de slaap gaat een meditatie gaat doen. Meditaties maken ons namelijk ook veel in balans. Ik doe dat ook voordat ik slaap heel laat. Maar ik ga altijd in een meditatie en douchen. Want als je niet doucht, dan ga je ook niet al je negativiteit van je afspoelen. En doordat je dat gaat doen, spoel je ook de dag van je af. Mocht er wat gebeuren op die dag, ga alsjeblieft lekker onder de douche. Ik weet dat het gewoon van, oh jee, dan moet ik weer 's avonds douchen en 's ochtends douchen. Nou, ik doe het allebei, want ik ben super gevoelig. En als ik die dag negativiteit meemaak, kan overal zijn. Kan bij de winkel zijn. Kan op mijn werk zijn. Ik heb gisteren wel gewerkt. Het kan ook natuurlijk in familie zijn dat je op visite bent geweest. Ja, weet je, het is gewoon heel goed als je 's nachts onder de douche gaat en lekker in je schone bedje. En stel je voor dat je net je bed opgemaakt hebt, dan voel je heel lekker ook een happy in je bed. Nou, mijn stem. Valt helemaal weg. En iemand die heel emotioneel is. Ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Maar jouw kop die maakt weer van lach. Ja. Tegelijkertijd zijn er studies die wel aangegeven dat we later een korte slapen tijdens de volle maan hebben. Dat komt omdat de maan licht maakt. Licht kan dus wel je slaap verstoren. En iedereen doet natuurlijk altijd zijn lamp uit. Als hij gaat slapen, ik slaap altijd met het licht aan. Want ik zie altijd 's nachts heel veel dingen. Ik heb altijd een lachje. Het is namelijk ook de mythe. Vindt oorspronkelijk ook in de jaren 50 extreem veel kinderen geboren worden. Dus als die volle maan daar hoog in de lucht hangt. Ja, dan worden ook heel veel kinderen geboren. Kinderen gemaakt, kinderen geboren. Mogelijk zelfs eeuwenlang meer mensen dan aandeling meer mensen zijn die verstoord zijn of in de war of aanradingen, overvallen in andere vormen van criminaliteit. Er gebeurt veel meer als de volle maan daar hangt. Ja, dan gebeuren zulke dingen. Nou, je kan het journaal aandoen. Gisteren was Feyenoord, die heeft helemaal gewonnen. Helemaal goed. Weet je, dus er is altijd negatief als de volle maan aan de dienst daarboven hangt. Dus hou er rekening mee. Hey Sloan, goedemorgen. Mythe 4 is dat humor wordt beïnvloed. Dus ben je altijd een positief mens, kan je opeens omdraaien naar het negatieve en dan ben je uit je hum vandaan. Nou, weet je, boeiend, dat mag wel een keertje. Maar ja goed, kijk uit wat je met ermee gaat doen. Want heb je andere mensen tegenover je en je bent uit je hum. Ik zou het eventjes niet over zitten gaan. Dus dat. Mythe 4. Dus de humor, ja, kan hem beïnvloeden.
depressief of ze is tot een kort lontje. De energie van de maan zal onze emoties versterken. De volle maan geeft angst, depressiviteit. Ze kan een beetje depie worden en de humor. En psychologische centrale zegt ook meer dat de mensen meer toenemen. Er worden dus veel meer mensen die in de war zijn of rare dingen gaan doen. En dan ze, ja, dan is het gewoon niet fijn. Ik kijk maar één keer het journaal en denk ik, dat is genoeg. En ik had meteen al dat in Dubai overstroming is. Ook omdat ze toeroepen met al die water daar in Dubai. Ja, het weer slaat meteen om en dan krijgen we orkanen en al die dingen meer. Goedemorgen, lieve Joke van Melsen. Leuk dat je er ook bij bent. Wilt u bij mij in de uitzending komen, dan belt u 0909-8070 optie 4. En voor mijn collega's op optie 1. Woensdagavond hebben we uitzending van 7 tot 8 van Nienke. Dus we blijven gewoon lekker weer bezig. Oké, wat moet je doen met de volle maan? Blijf kalm. Nummer 1. En beheers. Als de maan in volle glorie aan de hemel staat, dan heb je het meest dat je haar energie in de kalme beheerste gemoedstoestand bent. Mediteer. Geef je emotie een plek. En visualiseer je dromen. Goedemorgen, Chantal. Sterrenbeeld. Is in die maan, is de vissen. Las, sterrenbeelden van vissen hebben ook last van de volle maan. Vissen is het laatste teken van de dierenriem. En dat betekent dat onze volle maan in het teken staat van reflectie. Terugkijken op wat geweest is. Dat is niet voor iedereen een pretje. In sommige gevallen staat dat ook voor loslaten en afscheid nemen. Kom je erachter dat je dingen meemaakt, dat je dat niet fijn vindt, geef het een plekje. Weet je, wil je afscheid nemen van iemand die jou pijn heeft gedaan, wat je denkt van, kan dat? Waarom doet ze dat? Geef het een plekje en neem alsjeblieft afstand. Want je kan in conflicten komen. En dat is niet leuk. Als iemand er niet mee eens is met jou, dan luister dan ook met jou. Luister. Luister naar diegene wat ze te zeggen hebben. Ja, Chantal, leuk dat je kijkt. En mijn keel doet pijn. Nou, gaat lekker zo. Wat betekent de volle maan in spirituele? In verschillende spirituele tradities wordt de volle maan vaak geassocieerd met de vrouwelijke energieke kracht. En omdat het vandaag de volle maan is, zit die maan in de krachtige vrouwelijke energie. Esiel, goedemorgen. En wat is de vrouwelijke energie? Dat wil ik even aan jullie vragen. De vrouwelijke energie, ik zal het even doorgeven, is best krachtig. Wij kunnen wel af en toe een beetje boos zijn, een beetje bit. Niet helemaal uitspreken, maar wij zijn heel krachtige personen in het leven. De mannen zijn natuurlijk ook heel krachtig, maar de vrouwenkracht is heel hoog. Kijk maar naar jezelf. Hey Son, leuk dat je erbij bent. Kijk maar naar jezelf. Wat is een vrouw? De vrouw is de moeder, heeft baat kinderen, doet de huishouding, werkt ook nog een keer. Die zorgt dat alles helemaal weer doorgaat. En we kunnen heel krachtig zijn, want we zijn ook oervrouwen. En daardoor moet je oppassen dat je niet te krachtig naar voren gaat en dan denk van, oh, dat kan ik al even zeggen. Liefde van Marijs, Lawat Pagi en alle trouwe kijkers. Dankjewel, lieve zoon. Weet je, het is gewoon belangrijk. En wat is er dan ook met de volle maan? Nou, dan ga ik met jullie even mee naar Indonesië.
Dat heb ik ook wel eens meer verteld. Indonesië heeft namelijk een ritueel. Als ze weten dat de volle maan omhoog komt, dan gaan ze met z'n allen feest vieren. Maar voordat ze feest vieren, gaan ze naar een grote moskee daar. En dat is een moskee, het is een soort, ja, het is een stukje, een huis, zeg maar, van een priester. En die heeft heel veel grond. En daar gaan ze met z'n allen bidden. En de priester zit daar al de hele dag mantra's te zingen. En hoe sterk is de mantra? Ga maar googlen, misschien moet ik daar eens een keertje een uitzending over hebben over de mantra's. Want de mantra's zijn sterke spirituele uitspraken. En als je dat telkens doet, dan word je ook heel krachtig. En als we gaan mediteren, ik in ieder geval, dan heb ik altijd met de mantra om. De om is hoog en sterk en krachtig. Maar goed, de Indische mensen hebben dan eerst met z'n allen offers gemaakt. De vrouwen dragen de offers, de mannen hebben de kris op de rug. Maar nu in Europa hebben de vrouwen ook de kris. En jullie weten, ik werk ook met krissen om huizen schoon te maken en ook om mensen te healen. De krissen is een heel sterk object. En hij is nog steeds heel sterk. Ik volg nog steeds cursussen alleen. Maar de volle maan in Indonesië. Ja, je ziet de mensen helemaal voor. Dan trekken langs de straten. Dan hebben ze eerst gedoucht. Zien er mooi uit. Zijn heel fleurig. Kindertjes zijn erbij. En dan trekken ze naar de priester. Die daar al zit te bidden voor hun. Dan gaan ze samen allemaal bidden. Je ziet allemaal rijen schoenen buiten staan. Ze mogen niet met schoenen naar binnen. Want het is heilige grond voor hun. En dan brengen ze de offers aan de priester. Die laten ze daar staan. En dan gaan ze bidden. En dat hoor je de hele tijd. Mantra's zingen. En ook al en wij mogen als Europese mensen die op vakantie zijn niet naar binnen. Pas daarna. Daarna mag je naar binnen om te kijken in die tempel wat er allemaal is. En dat is heel mooi. En dan zijn ze klaar. Dan zie je eigenlijk al de volle maan. Hup, uit het water zo naar boven toe. En dan gaan ze bidden. Dan lopen ze allemaal naar het water. Dan hebben ze allemaal bakjes met offers. Met bloemen. Met rijst erin. En een kaarsje voor hun voorouders. Om te bedanken dat het licht weer mag schijnen in Indonesië. En waarom is het licht zo belangrijk voor ons? Ja. Nou, ik heb de lampen nu ook aan. Licht is belangrijk. Ook om te kunnen zien, maar ook voor buiten. Voor Indonesië is het licht belangrijk, omdat heel veel mensen op het land werken. En die werken heel vroeg. Indonesië heeft altijd twee banen. 'S Ochtends staan ze op de markt. En 's avonds gaan ze, zeg maar, als een satéman langs het dorp. De Indische mensen werken eigenlijk heel vroeg voor op de markt te staan en hun fruit te verkopen, wat ze verkopen. En ook natuurlijk, ook 's avonds, dan gaan ze langs huizen. De satéman, of ze gaan langs de weg staan. Eethuisjes zijn open 's avonds. En dat maakt het ook weer zo levendig in Indonesië. En de volle maan heeft daar een effect, maar die geeft daar licht. Als het 6 uur is in Indonesië, dan kan je daar wel niet meer op de straat lopen. Je ziet helemaal niks meer. Bam. Helemaal donker. En daarom zijn de mensen in Indonesië heel blij met de volle maan. Wat zeg je nou allemaal? Sonja zegt, haal de straten weer beter vanaf. Ja. Weet je, en daardoor gaan de Indische mensen altijd bidden. Bidden en dankbaar zijn ze weer dat de volle maan er zijn. En het gaat tot 's avonds laat. En de kinderen zitten daar ook. Ze zitten op moeders de schoot. En ze zien er zo schattig uit ook allemaal. Ook allemaal mediums zijn er ook. En ook naartoe. Heel veel mensen uit het dorp. Die trekken bij elkaar, zijn er voor elkaar. En weet gewoon
wat het goed is. Bij ons, goedemorgen Gerrit, Gonda. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Welkom in mijn toekomst, Gonda. Ja, volgens mij ben je een nieuwe kijker. Wees welkom. Oh, je muren. Oh, oké. Okay. Oh ja. En mijn kast is ook weer wit. Ja. Ik weet het niet. Oh, in één keer. Pat, dan gaan mijn muren weer verkleuren. De kast wat wit. En ik weet ook niet. Ik zie ook hier een beetje geld over mijn haar zien. Ik zou wel stralen. Ja. De engelen zijn er gewoon, lieve zon. Begrijp je mij, de muren? Ja, ik begrijp het, lieve. Dankjewel. Ja, weet je, de muren veranderen mij altijd als ik in uitzending ben. En hoe dankbaar ben ik dat ook. Nou, het is net eigenlijk zo, de volle maan binnen. Hè? Want zij laten zien dat ze er zijn. Weet je, en de volle maan laat ook zien wat het met je doet. Goed, sterrenbeeld van de volle maan is vissen. Vissen gaan overal doorheen. Always, ja. Vissen is het laatste teken van de dierenriem. En dat betekent dat deze volle maan in het teken staat van reflectie. Terugkijken op wat geweest is. Sorry. En dat is niet voor iedereen een prettige situatie. In sommige gevallen staat ook loslaten en afscheid nemen. Dat betekent dat de volle maan spiritueel in verschillende spirituele tradities wordt neergezet. De volle maan vaak geassocieerd met de vrouwelijke energiekracht. Ik neem even dat stukje even terug. Ook omdat het vandaag volle maan is. En hoe vrouwen een diepere spirituele verbinding kunnen ervaren met deze natuurlijke essentie. Dankjewel, Son. Weet je, dit is gewoon heel belangrijk, hè? En een spirituele verbinding met de vrouwelijke kracht. De volle maan wordt vaak gezien als een tijd voor potentie, overvloed en manifesteer actie. Wil jij iets neerzetten? Doe dan nu. Nu kan je het ook krijgen. En ik weet ook met de volle maan is dat de vrouwen heel sterk zijn. Er worden dus veel kinderen ook geboren. Maar wat dan negatief dan is ook dat er heel veel negatieve dingen ook gebeuren buiten de deur. Criminaliteit, overvallen, iets aan je auto wat er weer gedaan, of weet ik allemaal meer wat je op het journaal ziet. Het is niet fijn, dus pas goed op jezelf en weet gewoon ook dat dit in deze tot de 25e, 25 april, blijft die volle maan aanwezig. Dus je gaat de hele tijd ook voelen dat je niet kan slapen. En als je dan niet kan slapen, doe dan 's middags even een dutje. Als het kan. Als je op je werk zit, kan het natuurlijk niet. Maar het is heel vatbaar. En weet gewoon dat je uit je hum kan gaan. En dat is niet fijn. Even kijken. En de volle maan is ook 24e weer in schorpioen. Leg daar tegenover staat de zon in het teken van stier. Eerst was het vissen. En tijdens de volle maan ontstaat het tweespanningsveld tussen twee tekens. Schorpioen en de stier. Wow. Dat zijn twee dierenriemen die echt vechten. Hè? Dus de stier kan rammen en de schorpioen kan bijten en je vasthouden. Dat is op de 25e. Nu is het in vissen. De volle maan van 24 vraagt je om diep in te gaan. En 24 is de schorpioen. Dat je ook dubbele getallen en spiritueel groeit. Dus 24 april is 24-4. 2024. Allemaal dubbele getallen. De volle maan 24 al zorgt voor diepgaande reis door het teken schorpioen.
ontdekt de intense emoties. Transformeren. Ja, en door het transformeren energie en eerlijke conflicten, wat deze kracht astrologisch gebeuren met ze meebrengen. Leer hoe jouw gevoel intuïtief kan omarmen en controle kunt loslaten om diepe transformatie ervaar midden in onrustige tijden. Deze volle maan kan echter jou ook stimuleren om diepe gewortelde emoties door te voelen, zodat jij een transformatie doormaakt. Het kan dus eerlijke conflicten tussen jou en jouw gevoel en verstand veroorzaken. En wat doet de volle maan? De volle maan staat dus transformeren, teken schorpioen, recht tegenover de stier en staat de zon. Deze twee astrologische tekens tegenover elkaar. Er kunnen eerlijke conflicten gebeuren, symboleert de vrouwelijke en de zon en de mannelijke. Als jullie iets willen weten, ik weet niet of net zo dadelijk natuurlijk online is, maar die doet astrologie. En ja, ik hoop dat ze jullie ook uit kan leggen van hoe en wat het is. Maar nu zijn ook lieve collega's, ook online, 0909-8070 optie 1. Peter is dag en nacht aanwezig, want die zie ik ook wel 's avonds. En Maria, en ik kan het niet zo goed lezen vandaan. Net, maar weet gewoon dat ze dus er zijn. Je wordt uitgedaagd om meer in je gevoel te voelen en te volgen. Vooral op relaties zal deze volle maan impact hebben, want Juno, de dwergplaneet, wordt over het huwelijk en jouw tweelingziel heerst. Wat een mooi aspect ook met de volle maan is gezien. Je kunt dus kritisch gesprekken voeren met je partner. Nou, kom maar op. Of tweelingzielen die inzichten geleiden. Jullie kunnen samen de diepte ingaan. Nou, ik weet niet wie van jullie tweelingzielen zijn en hebben. En nou, er kunnen hele diepe gesprekken gaan. Dus hou op. Tijdens de volle maan kan je last hebben van ansiesymptomen zoals je onrustig voelen, slecht slapen, hoofdpijn, veel dromen. En ook heb je misschien hartkloppingen. Dan heb je heel vermoeid en duizeligheid. Dus was ik ook een beetje duizelig. Denk, oh, ik ben weer uit mijn evenwicht. Weet je, alle symptomen die niet bij je horen, die horen ook bij de volle maan. Je kunt ook gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf. Jouw chakras staan weer open voordat de trillingverhoging plaatsvindt. Luister daarom goed naar je lichaam en neem de volgende rust, wanneer jij dat nodig hebt. Betekenis getal 2 en 4 in de datum, de dag volle maan. Komen de getallen 2 en 4 driemaal voor in de datumnotitie. Het getal 2 hoort bij de maan en staat bij voor moederfiguur. Nou, dat heb ik gisteren ook weer gedaan. Ik denk, waarom doe ik dit allemaal? Dan is er iemand ziek en dan ga ik rijden en dan ga ik ze eten geven. Ik denk, oh, Maureen is er weer bezig hoor. Onze gevoelsleven en ons intuïtie kan uitwerken tot volle maan versterken. Emoties kunnen explosie naar buiten komen. Dus als een explosie naar buiten komt, dan kan je er ook naar kijken. Getal 4 hoort bij Uranus, de planeet van revolutie en vernieuwing, die je aanmoedigt. Je eigen unieke weg te volgen. Onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden. Je kunt een bericht krijgen of je wordt plotseling. Wordt er een contract verbroken? Er kan ook veel onrust zijn. De mensen zijn in opstand komen. Aan veel spanning in de lucht tijdens deze volle maan. Ik heb dat gemerkt gisteren op mijn werk. Oh oh. De schorpioenenergie is heel heftig. Ja, let op. De maan staat in schorpioen. Het is een mysterieus en emotioneel teken. Intens voelen en diepzinnigheid. Is schorpioenen hebben krachtige persoonlijkheid om gevoeligheid te beschermen, emotioneel veiligheid te creëren, kunnen ze een muur om zichzelf heen bouwen. Merk je dat met je partner of met je kinderen, dat ze opeens een muur omheen bouwen? Laat los. Laat los. Komt wie goed.
Ga er niet op in. Want dan krijg je allemaal gekwetste families. Ze hadden wat ingaat liever verborgen door controle uit te oefenen op hun omgeving. Proberen ze te voorkomen en diepliggende angsten naar boven komen. Er zijn gekwetst worden, het gaat bijvoorbeeld over verlatings- of bindingsangst of angst voor ziektes of de dood. De schorpioen, eenmaal gekwetst, dan kan hij het moeilijk vergeten. Echt hoor. Hij reageert met boosheid of woede, het kan zelfs wraakzuchtig zijn. De invloed van de schorpioen biedt je kans om diepe transformatie door te maken en spiritueel te groeien, verder te horen, ook seksualiteit. Wacht, de dood, de rechercheurwerk en de criminaliteit, de onderwereld bij deze teken. En de impact van de stier op jou is, de stier waar de zon in staat, is dat tegen het aardse teken en creëert orde te hebben. En we hebben alles het oude houden. Stieren zijn bedachtzaam en zetten niet zo snel nieuwe stappen. Ze zijn ook heel erg geduldig, maar wanneer je de grens bereikt, kunnen ze heel boos worden en vernietigd werken. Ze hebben veel liefde voor dieren en natuur en ze zijn creatief aangelegen. En de overeenkomst is beide tekens bezitting en jaloers kunnen zijn. Dus de volle maan is schorpioen. Blokkades, controle, loslaten. Los. Oude verwerkte pijnen komen dan ook weer naar boven. En zo kan je natuurlijk heel veel daarover lezen. Weet je, het is gewoon dat, ik wil even terugkomen, de volle maan in Scorpion, blokkades en controle. Ook loslaten is namelijk ook dat jij ook los moet laten in die dingen die niet voor jou bestemd zijn. Oh, Sonja zegt, ja, het klopt, die stier. Weet je, stieren zijn heel lieve mensen, echt waar. Ik weet, mijn zoon is ook stier, maar alweer, als hij geïrriteerd raakt doordat jij iets doet of zegt, dan ben je gegeven. En daarom is het heel belangrijk dat je weet wat je doet met conflicten. Conflicten en andere dingen. En de vrouwelijke energie, nou, die wil ik wel hebben. Want als je conflict hebt met je kinderen of met je dochters, nou, dat is niet fijn. Dus laat het los. Zeg je, oké, wil je het niet? Dan laat ik je los. Komt dan weer goed. Je kan beter loslaten dan een conflict met zo iemand hebben. Onverwacht, onverwerkte pijnen kunnen dus ook naar boven komen. Deze volle maan kan ook donkere thema's naar boven halen. Het kan te maken hebben met misbruik, criminaliteit, persoonlijkheidsproblemen en probleemmaniek, zwarte magie en intenties die tot last zijn, maar met ook met de dood, ziekte of bijna doodervaringen. De bijna doodervaringen is niet fijn. Van de week stond hier een ambulance voor de deur bij de buren. Ik denk, oh mijn god. Als het maar goed gaat aan de overkant. Weet je wel? En dan denk je van, ja, er gebeuren nu ook heel veel dingen op aarde. Het zijn niet fijne dingen. Overstromingen. Ook in Dubai. Stromingen. Vliegtuigen die neerdalen op de zee. Allemaal van die dingen allemaal. Misschien heb je te maken gehad met obsessief gedrag, jaloezie van een andere, emoties uit jouw verleden die hiermee te verband houden, die niet goed verwerkt zijn, kunnen de gebeurtenissen van nu getriggerd worden. Als je dat gebeurt en er wordt getriggerd door het oude gebeurtenis, je mag deze onverwerkte emotionele blokkades onder ogen komen om beter te verwerken. En hoe doe je dat? Verwerken oude emoties? Ik zeg altijd, schrijf het van je af. Want wat je meemaakt in je leven, zijn allemaal lessen. Lessen die jij moet leren.
die jij hierdoor op deze aarde moet leren. Als je straks ooit naar boven gaat, dan ja, als je nog niet je lessen hebt geleerd, zie, kom je dan terug. Ben je gratis om een grote boek te zien met allemaal dingen die je met te maken heeft. Tegenstrijdigheden en eerlijke conflicten, doordat Pluto in Waterman staat, kan je neiging hebben om naar boven emoties te beredeneren in plaats van ze te voelen. Je komt dan eigenlijk niet goed uit bij jouw gevoel en kan extra spanning geven in je lichaam en in je relatie met anderen. Nou, dat klopt bij mij. Ja, ik ga niet zeggen wie, dat is een van mijn familie. Deze volle maan kan jou echter stimuleren om diepgewortelde emoties juist doorvoelen. Zodat je transformatie doormaakt, kan dus een innerlijke conflict tussen jouw gevoel en je verstand veroorzaken. En wat zegt jouw gevoel? Ik heb nu heel veel verteld. En dan wil ik van jullie weten, wat is jouw gevoel? Pluto is de planeet die een groep mensen in beweging zet. Ook laat je op zoek zijn naar zekerheid door je groep te voegen. Het kan alternatief woongroep zijn, maar je kan ook samenwerken met collega's of een heel hechte zijn voor je familie. Wanneer je het echte niet meer op één lijn zit met anderen, kun je eigen wil weg willen, ondanks angsten die opspellen en goed intuïtief voelen. Wandelen in de natuur en observeren van dieren, bloemen en planten, die jou proberen te spiegelen, geven jou de boodschap of de beslissing die je mag nemen. Ook luisteren naar boodschappen via liedjes en die in je hoofd of naar buitenhuis hoort, kan jou helpen om dichterbij bij je gevoel te komen. En laat los. Laat het los. Nou, ik denk dat ik een beetje verkeerd aan het worden ben. Maar dat maakt niet uit. Even kijken wat jullie allemaal zeggen. Ja, Sonja, het is een grote leerproces. Sonja houdt van dieren en natuur en fietsen. Ja, ik weet niet of jullie er allemaal last van hebben, zoals Gonda, Zee, Chantal, Son, Saloon. Hebben jullie ook last van dat je niet kan slapen en dat je dan ook deze dingen ook geprikkeld bent? Dus let op. Let op met wat je doet en wat het je uitmaakt. En van jou. Sonja houdt van mij. Ja, veel mensen houden van mij, dat weet ik ook al. Maar ik merkte gisteren ook dat ik weer in die moederrol zat. Er was iemand ziek en ik dacht, ach, laat ik daar eten brengen uit mijn werk vandaan. En diegene is dan niet thuis en denk ik, ik hang het aan de deur. Ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Weet je? Nou, en dan rijd ik weer weg. Ik denk, oké, dat is mijn moederrol weer. Ik denk, Marijn, wat doe je allemaal? Ja, en dan ga je naar huis en ik ben moe van je werk. Ik zat in het uitvaart gisteren. Ik denk, waarom doe ik dit allemaal? Weet je? En dan denk ik, nou, dit is ook de laatste keer. Maar weet je, als je het eenmaal in je hebt om voor de mensen te zijn en je weet dat diegene ziek is en ook niet kan koken, dan doe je dat. Ja, dan kijk je even naar die vries. Dan denk ik, wat kan ik brengen om hun een beetje op te vrolijken? En dan denk je, oké, weet je, het is gewoon goed. Goed voor iemand te zijn. En dat vind ik heel belangrijk. Misschien is dat ook in Waterman. Het is gewoon heel goed om voor de mensen te zijn. Maar ja, ik ben eenmaal een mensenmens. En als ik merk dat je ziek bent, dan kom ik bij je langs. En als je de deur niet opent, dan kan aan je deur. En dan denk ik, oh, dat heb je die moederrol weer. Hoor. Moeder Teresa is weer bezig. Maar goed, weet je, aan de andere kant ben ik nu vandaag wel blij dat ik het gedaan heb. Want hij was ook heel blij met mij. En ja, ik ben nog gewoon eenmaal zo. Misschien ben ik soms te lief. Dat kan ook nog wel wezen. Maar ik vind het heel belangrijk dat je voor de medemensen bent. Voor de mensen die jij ook kent,
en of wat ze niet goed hebben. Ja, dat is dat Indische, denk ik ook. En dan denk je van, oké, een nation geven de mensen om elkaar en die leven buiten. Als jij weet dat de buurvrouw het moeilijk heeft, dat ze even krap zit met haar centjes, dan breng je al heel gauw eten. Wat is nou een bord eten aan iemand geven waar je van houdt en ook natuurlijk ervoor zijn? Waar is jouw goedheid? De goedheid zit in jezelf. De schorpioen kan ook heel goed zijn, de stieren ook. En natuurlijk, ja, de waterman en de vissen zijn watertekens. Die kunnen altijd overal doorheen. En het is gewoon belangrijk dat je voor de medemensen bent. Weet je gewoon, mensen om je heen die echt nodig hebben, ga erheen. Al is het maar een uurtje. Vraag eventjes of je misschien een boodschap kan doen. Of dat je eventjes wat lekkers meeneemt voor hun. Bak een cake voor ze en breng het gewoon naar hun. Weet je, als je een cake bakt in je huis, dan ruikt je huis heel lekker. Dat is weer het voordeel voor jou. Kijken. Hey Anja, goedemorgen. En Son zegt, daarom niet bang, want met Marijn altijd z'n naam. Lekker schatje, hè, Son. Anja Prak, jij bent een lief Marijn. Dank je, lieve schat. Ja, je bent een lief mens. Ja, weet je? Als ik ook op mijn werk zit, denk ik van, ach, al die lieve mensen hebben iemand verloren. En gisteren kwam de moeder van een meneer. Nou, ik denk, jongens, sta op. Geef die vrouw een hand en een knuffel. Weet je? Dus daarom is het ook heel fijn om voor elkaar te zijn. Ik zeg altijd in de uitvaart, verlies elkaar niet uit het oog. En wees gewoon voor elkaar. Wees er voor elkaar. Ja, als iemand op mijn tenen gaat trappen, laat ik het ook los. Weet je, oké. Boven zien ze het allemaal. Ik denk, waarom maak ik me druk over? Gevolgen komen vanzelf. En dat is dus ook dat Indische in mij, heb ik van mijn oma geleerd, van mijn moeder, natuurlijk ook van mijn vader. Maar dat zit gewoon in jou. Als jij Indisch bent, mensen leven daar met elkaar. En niet alleen maar jij. Als ik een boodschap doe, dan denk ik, oké, die buurvrouw heeft het heel moeilijk. Kan ik nog wat voor jou betekenen? Kan ik soms een boodschap meenemen voor jou? Doe dat graag. Echt. Ja, herkenbaar. Ja, ik ben ook altijd blij. Wilt u nog in mijn uitzending komen? Ik denk dat het al te laat is, al bijna kwart voor. Dus dadelijk komt mijn collega, ik weet echt nog niet wie er is. Maar we gaan het zien. Maar woensdag komt Nienke van 7 tot 8. Dat vind ik ook heel belangrijk, want ze werken nu ook 's avonds. En ik ben online, en dat zoals vele collega's van mij ook. En nu ook op optie 1, dan belt u 0909-8070. Optie 1 voor mijn collega's Maria. Ja, dubbel Maria. Verder kan ik het niet zien. Ik ben er straks ook op optie 1, box nummer 235. Ik ben er altijd. Ja, weet je, ga naar ze toe als je wat te vragen hebt. Ga ze naar ze toe. En we zijn natuurlijk van maandag tot donderdag van 9 tot 11. En dan 's avonds, woensdagavond van 7 tot 8. Ik zie dat Rachel er ook weer is. En Jeroen, Peter is dat. Ja. En weet je hoe belangrijk het is ook. Elke medium heeft zijn eigen expertise. Alle mediums werken op zichzelf. En elke mediums hebben ook heel veel mooie dingen. En als je naar ons kijkt, is het ook namelijk belangrijk. Anja Prak, Joke is er. Oh, naar mij komt Joke dus. Oké. Dankjewel, lieve Anja.
Kijk, zo krijg je assistentie natuurlijk, hè? Dus dat is heel leuk. Dus wees er voor elkaar. Wees gewoon senang. En wees gewoon blij met elkaar. Kijken. Dus mensen, lieve mensen, controle loslaten. Ook kun je rond deze volle maan geconfronteerd worden met het gevoel dat je zeker controle wil uitoefenen over de anderen. Dit kan de vorm aannemen van manipulatie, psychologische spelletjes. Misschien wil je ook die ander of haar waarde laten of controle juist loslaten of de situatie omdraaien. En probeer de ander controle te hebben over jou. In deze situatie moet er flink wat spanning ontstaan wanneer de ander zich wil losmaken van jou of andersom controle lijkt te hebben. Laat los, ga er niet op in. Anders krijg je ruzie met iemand. En dat moet je gewoon niet willen. En laat die controle los of iemand anders. Bemoei je er niet mee. En onder de invloed van Mercurius, die op de dag de volle maan weer direct gaat lopen, kunnen conflicten ontstaan. Er kunnen rare dingen gezegd worden. Je neemt geen blad voor je mond. En het kan gunstig uitpakken wanneer het veel helderheid brengt. Kun je ook beseffen dat anderen vasthouden. En manipuleren. Dan mag je onderzoeken wat destructief gedrag vandaan komt. Tweelingzielen in volle maan. Omdat judo een mooi aspect raakt met volle maan, heeft deze volle maan extra veel invloed op tweelingzielen en huwelijken. Nou, wie weet word jij gevraagd om te trouwen. Jij en je partner of tweelingzielen kunnen veel gesprekken met elkaar hebben over precies speelt tussen jullie twee. Jullie kijken kritisch naar elkaars gedrag en kunnen wat flink irritaties en ruzie ontstaan. Maar dit gaat opheldering geven in een belevende wereld van anderen. Jullie leren beter met elkaar om te gaan. Of er wordt duidelijk contact beter verbroken. Wat kan en de relatie hierbij eindigt. Tweelingzielen kunnen rond deze volle maan veel aantrekken en afstootgedrag vertonen. Er kunnen veel intense emoties oppervlakte komen. En één kan moeite hebben met het voelen van diepe gevoelens. En niet te diep in willen gaan. Het hart en het verstand komen mogelijk op één lijn. En hierdoor kunnen ze met de gedachten spelen om de relatie te verbreken. En soms is dat ook beter. Want als je niks aan elkaar hebt. En je blijft maar doorvechten. Met tweelingzielen die weglopen. En dan weer terugkomen. Dan word je ook, daar krijg je grijze haren van. Mag ik het zo zeggen. En vooral als er een karmische partner bij betrokken is, ook bindingsangst kan duidelijk naar voren komen. Net als de angst om elkaar ook te verliezen. Waardoor manipulatief gedrag, machtsspelletjes en optief gedrag kan worden. Tweelingzielen die niet in contact zijn met elkaar, kunnen erachter komen dat de anderen wellicht last hebben van persoonlijkheidsproblematiek. Je kunt er moeite mee hebben om dit te begrijpen. Wat speelt er tussen jou en mij? Even kijken hoe laat het is. We hebben nog even tijd. Veel emoties komen hierdoor naar boven. En in deze situatie kan je moeite hebben om dit toe te laten. Het gevoel dat jouw veilige haven wegvalt, kan zwaar vallen. Je kan uiteindelijk beseffen dat je een gevoel mag luisteren. En dat je los mag maken van een tweelingziel die enige unieke pad mag volgen. Dus dat is heel belangrijk. Nou, ik heb heel veel verteld. Weet je? Tony Veldhuizen. Hallo, ik ben niet Indisch hoor. Helpt ook, maar ik ben ook een boosgeter. Hey Tony, welkom bij Dit Mijn Toekomst. Ja. Hey Wim. Daarom niet bang met Marijn, niet altijd zijn naam. En Wim geeft een handje. Trouwens, laat het maar Marijn, lieverd. Trouwens, daarom niet bang, want met Marijn altijd zijn naam. Ja Wim, dat is altijd wat met Marijn. Ja, dankjewel lieve Wim, dat je dat weer terughaalt. Zonnetje.
Son is echt een mens met echt een gouden hart. Dankjewel, lieve Sonja. Ik mag jou eventjes in de zon zetten. Weet je? En Wim is ook zo iemand. Dat is ook iemand die ook eventjes lekker mijn assistent wil zijn. En je komt net op het eind, Wim. He? Weet je, wij zijn er altijd voor elkaar. En je ziet ook aan de familie van dit mijn toekomst, dat de familie echt met elkaar zijn. Volgende keer ben ik er weer. Ik weet niet precies nog wanneer meer. Maar dan ga ik het over je kinderen hebben. En waar horen de kinderen te staan? En waar hoor jij te staan als volwassen? Daar ga ik het over hebben volgende keer. Maar eerst gauw ze dan naar Joke. Hey Annelies. Hoi hoi. Ja, ik hoop dat jullie wat hier aan hebben, aan die volle maan. Dus mocht je uit je hum gaan, heb je conflicten. Mijn moeder zei altijd moeloet toeloet. Dat betekent mond dicht aan. Kijk en luister. En neem het in je op. Ga dan pas praten. Laat die anderen even uitrazen. Het is beter om niet in conflict te gaan. En laat je controle los. Los van alle negatieve dingen. Maureen, dank voor de mooie, fijne uitzending. Dankjewel, Salom. Zoon zegt, Maureen was leerzaam. En Sanang wens jou een hele prachtige nieuwe week. Jij ook, lieve zoon. Jullie allemaal. Zelfvertrouwen en zelfliefde is zo belangrijk. Dat is mijn waarheid. Oké, Wim. Als de laatste, huppakee, die deur nog dicht. Zelfvertrouwen is zelfliefde. En zelfliefde is belangrijk. Dat is mijn waarheid. Ja, maar dat is ook zo bij je weer. Ja, helemaal met je eens. Ik krijg allemaal hartjes. Het is ook belangrijk. Zelfvertrouwen en zelfliefde is de waarheid. Mijn waarheid, zegt Wim. Nou, jullie zijn er weer mooi mee bezig met elkaar. En ik vond het ook heel belangrijk om deze maand te vertellen. Conflicten en ruzies is wat in deze wereld nu gebeurt. Kijk me op het journaal. Kijk me op tv. Ik heb hem bijna niet aan. En als ik hem aan doe, denk ik, moet toch even weten wat op de wereld gebeurt. Denk ik, nou, je kan het beter uitlaten. Wat een geduld allemaal. Waar blijft de tijd? Waar blijft de tijd van samen zijn, voor elkaar zijn en met elkaar zijn? Was er een fijne uurtje, Maureen. Dank je wel. Zo, dat is mijn schoen, dat is mijn waarheid. Ach, dat is mijn waarheid. Ja. Weet je, het is gewoon heel belangrijk om van de volle maan te weten. Dus mocht je in conflict komen deze week, ik zal het lekker loslaten. En dan zeg je gewoon, ik ga er even niet op in. Het is het beste dat ik niet met je ga praten op dit ogenblik. Thank you. Annelies zegt, conflicten is eerst eigenlijk uit de liefde vertrekken. Eigenaardig toch? Conflicten die eerst eigenlijk uit de liefde vertrekken. Eigenaardig toch? Ja, weet je, Annelies kan het wel even nog zeggen. Als je conflicten hebt met je partner of tweelingzielen. Ik zei net als je op hop doen. Gewoon even een rondje om het huis lopen. En dan terugkomen en zeg je, wil je kop koffie? Weet je, dat zat er. Je moet hem even loslaten. En dan heb je denk ik, oké. Heb je conflicten en dan zeg je, kom je niet meer? Nou, wens ik je nog een hele fijne week. En als je zulke dingen gaat zeggen, denken die mensen, wat zegt ze nou? Weet je wel? Je moet gewoon echt loslaten. Het heeft geen zin. Het was kort, maar toch bedankt voor deze mooie uitzending. Ik wens je een fijne, liefdevolle dag verder, Maureen. Jij ook, lieve Wim. Hey, meneer. Dat je er weer bent. Ik schrok er heel van. Nou, als regie zegt, 1 minuut. Denk erom, loslaten. Alle conflicten. Geen controle hebben. Loop even weg. En zeg je, nou, ik ga even een rondje lopen. Dat is het beste. Ga er niet op in. Want dan krijg je nog meer conflicten. En dan wordt het alleen maar
heel groot. En dan zie je elkaar ook niet meer terug. Wees de liefde met elkaar. En jullie bedankt dat jullie weer geluisterd hebben en nog gekeken hebben. We gaan op naar Joke toe. Die heeft ook een uurtje live. En die gaat online op box nummer 235. Hele fijne dag. En tot de volgende keer. Dag iedereen. Dikke knuf. Doei doei.
Yes, je bent live. Dankjewel. Ja, dankjewel. Staat hij zo goed? Ja, hij staat zo goed. Je nevertje. Kijk, ik zie dus links, zie ik niet groot, maar ik denk dat ik rechts ben. Even kijken hoor. Waar ben ik? Geluid uit. Dag lieve mensen, hallo daar. Ja, daar was ik hoor. Ja, ik zie mezelf, waar ben ik ook leuk hè. Ja, goedemorgen. Even de opmerkingen bekijken. Zo, huppelepuppelepup. Even kijken hoor. Lieve, kom binnen. We gaan straks een heel leuk item gaan ik behandelen. Dan mogen jullie meepraten. Hartstikke leuk. En optie 1, mijn collega's. Daar kun je mee chatten, daar kun je mee de horoscoop doen. En daar kun je mee de kaart leggen. Ja, kijk, ik zie hem. Ja, dit is hem. Ja. Lieve mensen. Optie 1, mijn collega's. Optie 4, dan kom je bij mij binnen. Heb je een vraag over werk, liefde, financiën, verhuizing? Wil je dat ik contact maak met overleden dierbaren? Kom binnen en dan ga ik dat voor jou regelen. En even luisteren, tromgeroffel. Hoor je het? Ja. Ja, we hebben een WhatsApp van de toekomst. Een WhatsApp van de toekomst, echt waar. En als je die WhatsApp opent, dan zie je wat de toekomst voor jullie fans allemaal erin hebben gezet. Wanneer de woensdags collega's zijn die gaan werken woensdagavond. Aanbiedekies, belbundeltjes bijvoorbeeld. Hè, staat erin. Al het laatste nieuws van de toekomst staat daarin. In de belbundel. Nee, in de WhatsApp voor de toekomst. En schatjes, even deze delen. Delen. Even kijken wie er aanwezig is. Goedemorgen, koffiethee leukjes. Jazeker. Kijk eens even, we gaan zo even prut. En dan zien we schut. Ja, Jokerhop, dat gaan we zeker doen, lieverd. De oprichter van de koffie- en thee leukjes club. Even kijken hoor. Dit is mijn toekomst. Prut is in mijn schut. De toekomst zegt, goedemorgen lieve, dit is mijn toekomst, familie en kijkers. Nu ingeschakeld op optie 1. Rachel, Maria, Angel, Rinette, Anne Akkerman en René Bos. Goedemorgen allemaal, hele lieve vriendin, Joke van Melzen, dat schat, hoe is het met je? Ja, gezellig hè. Even kijken hoor. Joke, hop, we gaan eventjes koffieleutjes doen hè. Eventjes en prut. En dan zie je maar schut. En dat geldt ook voor onze lieve mensen. Een pak koffie. Is zo lekker, ja. Koffie. Lieves, prut. Als je maar schut. We gaan beginnen. Joke van Melden zegt goedemorgen allemaal. Lieves, we gaan beginnen. En praat even mee, hè. Praat even mee. Lekker hè, Joke, op goed zo, lieve prut. Ja, jij kopje thee, hè? Liefst, we gaan het vandaag hebben over sluit vrede met je verleden. En praat even mee. Laat het je heden niet meer beïnvloeden. Je verleden bepaalt je toekomst niet. Dat doe jij zelf met je acties en overtuigingen. En het is ook zo. Laat het heden je niet meer beïnvloeden. Goed horen wat ik zeg. Laat het je heden niet meer beïnvloeden. Want wat geweest is geweest. Ik kan niet meer terugdraaien. Ik kan niet meer veranderen. Met je acties en overtuigingen. Wat anderen ook over je zeggen. Laat gaan. Jij mag er zijn. Waardeer jezelf zoals je bent. Dus dat is toch ook zo. Wat een ander van jou vindt. Of van mij vindt. Dat is toch voor die ander. Meestal is het jaloezie en afgunst. Koekoek, doe je super uit. Het gaat toch om jou. Jij bent een geweldig mens. Jij mag er zijn. En wat in het verleden gebeurd is. Dat laat je toch niet beïnvloeden in het heden, lieve vrienden. Dat doen we toch niet. Praat even mee. En wat anderen zeggen, joh, wat gaat. Ze hebben toch altijd commentaar op je. Nou, koekoek. Ja. Jij mag het zijn. Waardeer jezelf zoals je bent. Pijn uit het verleden maakt om wie we zijn. Als je pijn hebt meegemaakt uit het verleden, liefdesverdriet of verdriet om een overleden dierbare of het verlies van, in mijn geval dan mijn huis in de hens, helemaal niks, nothing overgehouden. Ja, en dan, dat is gebeurd, het is
het verleden. En het heden zegt, wat wil je? Wil je nog slachtoffertje spelen? Oh, mijn ziel, ik ben zo'n slachtoffer. Oh, ik ben sowieso de bieten. En nu ben ik alleen. Oh. Nou, Ed. Wees blij dat je van zo'n flapdrol af bent. Ja. Want nu ben je vrij om te doen en te laten wat jij wil. Het is jouw leven nu. Hallo wereld, hier ben ik. En dan komen de juiste mensen op je pad. Soms mag je en moet je zelfs levenslessen meekrijgen uit het verleden. Die ouderen, maar wat je wel sterker maakt. En dan leer je in principe wat toen is ontstaan, gebeurd uit het verleden. Dit het nooit meer gaat gebeuren. Toen had je geen grenzen, was je grenzeloos. Oké, ja, ik accepteer het maar. Ja, ik vind het niet leuk, maar ja, ik wil je ook niet kwijt. En dan accepteer je zoveel, dat je nu zegt, maar ben ik te goed geweest? Wat had ik lieve vriendinnen en vrienden? En heb ik ook alles voor gedaan en alles van gepikt? Ik werkte bij baas Huppelepop. En die baas heeft een misbruik van mijn harde werken, van mijn goedheid gemaakt. En ik heb nooit het salaris gekregen wat ik verdiende. Dat gaat je nu nooit meer gebeuren. Dat zijn levenslessen. En daar heb je nu keuzes, kan je maken. Dat besef je ook, hè. En je mag jezelf waarderen zoals je bent. Pijn uit het verleden maakt ons wie we nu zijn. Of later dat even nooit meer gebeuren. Lievers, praat even mee. Optie 1, mijn collega's. Rachel, Angel, Rinette, Ann Akkerman en René Bosch. Daar kan je mee kaartleggen zetten en door de schoot doen. En bij mij, optie 4, 1, 2, 3, 4. Dan krijg je dus een live consult. En dan praat ik voor jou met de overleden dierbaren. Maak ik daar contact mee. Ik kan je vragen beantwoorden over werk, liefde, verhuizing, financiën. En even delen. Delen. En kijk eventjes naar de WhatsApp van de toekomst. Kloppen we open. Dan zie je het laatste nieuws voor jullie van de toekomst. Dan zie je dus wie de woensdagavond in de uitzending zit voor 7 tot 8. Ja. Ik ook af en toe, ja. Ja. En het laatste nieuws. Hè? Een belbundeltje bijvoorbeeld in de aanbieding. Kijk in de WhatsApp. We gaan even kijken wat er gezegd wordt. Joke van Melsen, goedemorgen. Joke Hop, gaat goed. Leuk, Joke van Melsen. Annelies Gerards kijkt, goedemorgen. Luc Gerette, goedemorgen. José Stokhoos kijkt. Praat even mee. Sluit vrede met je verleden, jongens. Luister nou toch even naar mij. Het verleden kan je niet meer terugdraaien. Kan je niet meer veranderen. Het is zoals het is. En als jij nou vrede sluit van, weet je, dat was toen. Het is nu 2024 en ik voel me sterker. Ik voel me meer geliefder. Ik hou eindelijk meer van mezelf. Ik weet hoe lief, goed mens ik ben en dat ik er leuk uitzie. Nou, als je dat dan gaat beseffen. en dat wat toen jou is aangedaan door een ander, dat kan je niet meer terugdraaien. Nu sta je in je kracht. Nu ben je bij je kern. Bij jezelf, wie je bent. Waardeer jezelf. Verspil je niet je tijd niet aan vroeger. Sta nu in je kracht. Vergelijk je nooit, nooit met anderen. Moet je nooit doen. Want jij bent uniek en die anderen op hun manier. Nooit je vergelijken met anderen. Als ik naar mezelf weer kijk, ik praat weer van mijn eigen parochie. Hè? Ja, mensen proberen mij na te doen. Dan van zo lang van zijn levensdagen niet. Die kunnen niet in mijn schaduw staan. Dus ik trek me er ook niks van aan. En ik vergelijk me ook niet met anderen. Want ik ben ik met mijn unieke gaven en waarden en vaardigheden. En een ander heeft het op zijn of haar manier. Prima, doei. Ga je nooit vergelijken met een ander. Als de buurvrouw een hele mooie auto voor de deur hebt staan, ga niet vergelijken. Ik wil ook die dure auto. Nee, want zij hebben het van de bank en jij hebt een oudere auto. En die rijdt van A naar B heel blauw betaald. Dat maak je druk. Bijvoorbeeld. He, accepteer. En als je geen antwoorden gekregen van familie en weet je, misschien is het niet zoals het lijkt. Accepteer. Ook als je geen antwoorden van familie en vrienden krijgt. Nou ja, accepteer het zoals het is. Ja, je kan er niks mee doen. Je kan enkel beseffen. Oké, dan maar niet. Het is mijn leven. En ik ga mijn leven leiden op mijn manier. In liefde, in respect. En ik wil ook respect van mijn vrienden terug. Ik wil ook het respect geven aan mijn vrienden. Maar dan verwacht ik ook respect terug. Ja, toch?
Lach, straal. Jij bent jij, een mooi sterk mens. Ja. Ja. Kijk, als je dus één keer moet denken, ach, arme ik, en zit je zo. Oh, is wel goed. Arme ik. Weet je wat ik allemaal meegemaakt? Dat ze me allemaal aan het aannemen. Nou, of je zegt, nou weet je, hey, dag verleden, hallo toekomst, welkom. En door, en door, en door. Dat is veel belangrijker, schatjes. Hè? En lach, straal. Jij bent een mooi sterk mens. Zet je leven op de rails zoals jij het wil. Zet je leven op de rit zoals jij het wil. Toch? Laat het licht in je weer toe. Jij hoeft niet van iedereen hun problemen op te houden. Dus van hun problemen, niet jouw problemen. Blijf bij jezelf. Het gebeurt heel vaak dat mensen dus bij jou een schoudertje uithuilen. Nou, bla 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 bla. En dan kan je aanhoren en je kan dan een beetje meeleven. Maar dan houdt het ook op. Je kan adviserend optreden. Zeggen, nou, ik zou zus me zomaar dit en dat doen. Of, ach meid, och jongen, wat erg. Nou, dat is het dan. En als een ander dan niet jouw adviezen oppakt. Ja, dan is het voor die ander die een keuze maakt om niet jouw adviezen op te volgen. En die mag dan leren, want die maakt dan keuzes. Hè, waarvan wij allemaal weten, we zijn allemaal op les op de aarde. Is les is één, hè, is de eerste lager. Mogen we leren, wij mogen leren. We zitten op school. En laat het heden je niet meer beïnvloeden door het verleden. Het verleden was toen. Wat je toen aan vervelendheid hebt meegemaakt, dat was toen. Maar ook mag je het omdraaien, omdenken. Oké, het was, maar ik heb er wel van geleerd. Ja, één, ik laat me nooit meer dit, ik laat me nooit meer dat. Ik pik nooit meer zus, ik pik nooit meer zo. En dit ben ik en ik sta in mijn kracht. Here I am. Ik sta in mijn kracht en ik sta in mijn lucht. En ik voel me happy. I'm happy. En nu jij. Gaan we eens even kijken wie er aanwezig is. Praat even mee. Even delen, schatjes. Delen. Even kijken. Goedemorgen, Luc. Annelies Gerard, goedemorgen. Paola Slek, amen. Ja. Ja, maar zo is het toch, Paola. Mooi naam trouwens. Joke van Melsen, liefjes, praat even mee. Hè? Praat even mee. Weet je wat het is? Jij bent een mooi sterk mens. Hè? En jij zet je leven nu op de rit zoals jij het wil. Het verleden heeft je lessen meegegeven van je zegt, oh, wat heb ik geleden, wat heb ik afgezien, wat heb ik me altijd ingespannen voor Pietje, Casey, Klaasie, wie dan ook. Wat heb ik me in mijn relatie weggecijferd, omdat ik zo van hem haar hield en ik wilde haar hem niet kwijt. Nou en, hey, en kijk eens wat je nu hebt. Je hebt jezelf weer gevonden, want je had jezelf weggecijferd. Anders kreeg je ruzie. He, en die maakte je maar klein, heel klein. Die maakte je zo klein, dat je amper met je hoofd erbovenuit kwam. Nu ben je hier ook. Kijk eens even, hier ben ik. Koekoek, praat even mee. Ja, optie 1, mijn collega's. Dan kan je machette, horoscopen en de kaart. Rachel, Maria, Angel, Rinette, Anna Akkerman. Het heet Anna Akkerman, goed. Anna. En René Bos, even kijken. Joke van Melsen, ik wens ook alle lieve kijkers een hele fijne, liefdevolle dag verder. En weet, lieve mens, wat zeg je, Joke van Melsen, schatje? Mensen, je bent de belangrijkste. Oh, het is Wim Antonius. Ja, dat komt eindelijk door. Wim Antonius zegt, ik wens ook alle lieve kijkers een hele liefdevolle dag verder. En weet, lieve mensen, jij bent de belangrijkste zoon in jouw leven en hou voor jezelf. Ja, maar dat is het toch ook. Heel goed, Wim. Toppertje. Je hebt gelijk. En Tony Veldhuis zegt, dat is ook zo. Klopt. Oeps. Ja, lieve mensen, maar het is toch zo. Wie is nummer 1? Jij. Dit is jouw tempel. Ja. Oh, de chat gaat wat traag. Ja, dat komt omdat ze allemaal, mag ik niet zeggen, maar ze hebben allemaal naar Feyenoord feestje gevierd. En dus die chat van de Facebook doet ook niet goed mee. Hé, hey, maar hoor even, liefjes.
zit allemaal op deze wereld op laag 1. En hou van jezelf. Jij bent nummer 1. Het is ons tempel, hè, dit. Ons lichaam. Dus als wij er geen eten in doen, dan gaan die radertjes niet draaien en dan gaat dat kacheltje niet branden. En die hebben allemaal eten nodig, hebben wij, om te blijven leven en te functioneren. We hebben drinken nodig. Dus onze tempel, die moet je eten en drinken geven. We moeten ons verzorgen. Als we ons niet verzorgen, krijgen we allerlei ziektes en kwalen en weet ik veel. Cultuurs en in weet ik veel, eczeem. Dus maak je schoon, douche, poets je tanden, trek schone kleren aan, doe een deodorantje, zorg dat je verzorgd bent, verzorg die tempel. Dat als je naar buiten gaat, dat mensen zeggen, hallo, wat zie jij er lekker uit, wat ruik je lekker? Ja, mijn tempeltje ziet er lekker uit, ik zorg ervoor. In eten en drinken, hè? Want het is een kacheltje wat moet branden. Ja, die hebben gewoon eten en drinken nodig. Dus zorg voor je kacheltje. Ik herken jouw woorden. Ik ben speciaal opgestaan om een gsm op te laden en jullie live te volgen om te luisteren hiervoor. Dank je. Annelies, wat leuk dat je hem opgeladen hebt. Doet, helemaal goed. Ja, dan ben je bij mij. Nou, helemaal leuk. We gaan even prutten zien we schutten. Hé, hey, even delen. Delen. Elkaar en dan zeggen we prut, energie maar schud, ook voor onze lieve manager Naomi, achter de schuifjes, de knopjes, prut. Ik hoor een ambulance. Nee, maar we gaan verder, schatjes op je ene collega's. Dan kan je mee zitten, kaart leggen en de horoscoop doen. Optie 1 bij mijn collega's. Optie 4 kom je bij mij. Wil je een vraag stellen over werk, liefde, verhuizing, financiën? Of wil je dat ik even contact maak met je overleden dierbaren, je familieleden? Liefers, optie 4 kom binnen, dan maak je gelijk contact en dan krijg je antwoord op je vragen. Optie 4. Even kijken wie er aanwezig is. Even kijken. Liefjes, sluit vrede met je verleden. We hebben allemaal wel een verleden dat je denkt, dat had ik anders moeten doen, kunnen doen of niet kunnen doen, maar anders mogen doen. Ik zat in een bepaalde situatie, werksituatie, waar ik dus vast zat. Hè? Want ja, ik moest de kost verdienen. Maar het was niet gezellig. Nee, het was niet gezellig, want mijn baas maakte misbruik van mij. En ik moest maar werken en overuren maken. Dan denk je nu. Ja, toedeloe. Echt niet koekoek. No way. Ik werk nu van zo laat tot zo laat. En wil mijn baas dat ik doorwerk, gaat hij ervoor betalen. En als ik niet kan, dan kan ik niet. Dag, volgende dag gaan we weer verder met werk. Dat is wat je nu geleerd hebt. Als je nu in een relatie komt, dan heb je geleerd van de vorige periode in je leven, dat je dus niks te vertellen had en dat je dus ondergesteeld werd. Dat er dingen zijn gebeurd in je leven waar je zegt, dat ik me zo verdrietig heb, zo pijn gedaan. Dit laat ik never ever nooit meer gebeuren. Het is 2024, hallo daar. Ga ik niet meer doen, nee. Nou, en dan kom je dicht bij jezelf en dan ga je in je eigen kracht staan. En dan ga je zeggen, nee, nooit meer hè, nooit meer. En dan mag je het verleden loslaten, zeggen, ik waardeer mezelf zo erg. Ik mag me waarderen, want ik ben zoals ik ben. En pijn uit het verleden maakt om wie we zijn. Het maakt ons enkel maar sterker. Wij groeien. Wij weten wat we willen, wat we niet willen. We weten wat positief is, wat negatief is. Wij stellen meer onze grenzen. Dit zijn onze grenzen, daar gaan we niet overheen. Maar ook een ander niet. We zijn duidelijker naar de mensen. Dus de mensen mogen ook duidelijker naar jou zijn. Maar ze weten wel waar ze aan toe zijn. En dat is de les die je geleerd hebt. Hè? En het is misschien niet zoals het lijkt. Hè? Weet je. En ook al krijg je geen antwoorden van familie. Je krijgt geen antwoord uit de familie. Ik hoor wel eens gevallen, liefers. Op de lijn hoor ik wel eens mensen vragen van, is het mijn vader? Is het mijn moeder? Heb ik het gedroomd? Heb ik het niet gedroomd? Was het gebeurd? Is het niet gebeurd? Ja, en dan weet je, en dan probeer ik daar eerder geweten antwoord te geven. Maar onthoud één ding. Het verleden kan je niet meer omzetten, kan je niet meer veranderen. Nooit, never, ever meer. En als je geen antwoord krijgt van de familie, hoe zwaar ook, leg je erbij neer.
Ze willen geen antwoord geven, want ze weten het A niet. Of ze hebben een reden waarom ze het niet willen zeggen. Misschien willen ze jou geen pijn doen. Laat los. Het heeft geen enkele zin. Praat even mee. Je hoeft niet van iedereen hun problemen op te houden. Als er mensen nu naar je toe komen, die van vroeger gewend zijn. Nou ja, we gaan even naar Jobbe Melzen toe. Of naar Annelies Gerards. Of naar wie dan ook. Ja, maar zo werkt dat niet, want je bent niet het leger zeils, je bent geen opvangcentrum. Dus mag je zeggen, nou ik luister met één oor en ik geef advies en dan is het klaar. Want jij bent nu met jezelf bezig in 2024, lieve mensen. Praat even mee, praat even mee. Herkennen jullie het? Dat je zegt, weet je, ik heb in het verleden ook genoeg om te kiezen gehad. En dat laat ik nooit meer gebeuren, maar het heeft me wel sterker gemaakt. Praat even mee. Wie heeft geleerd van nooit meer. Want ik sta nu in mijn kracht. Ik mag er zijn. Hè? En verspil je tijd niet aan een tijd wat geweest is. En ook niet aan anderen die meer bij je passen. Hè? En het is af en toe niet wat het lijkt. Maar ja, weet je. Doorgaan. Al heb je je antwoorden niet. Doorgaan. Lach, straal. Je bent een mooi sterk mens. En zet jouw leven op de rit zoals jij het wil. En niet zoals men toen wilde verwachten. Jij bent nummer 1, dit is je tempel, jij bent de baas over jezelf. En na jou komt pas nummer 2. En weet je wat het is? Zet je leven op de rails zoals je het wilt. En je hoeft niet problemen van anderen maar mee te nemen. Ik riep vroeger altijd, mijn kinderen zijn nummer 1. Nou nee, maar op dat moment vond ik dat. Maar met veel levenslessen, ja, later zeg ik, nee, natuurlijk niet. Ik ben nummer 1 en dat is niet egoïstisch, dat is gewoon real. Dat is gewoon echt waar. Want als ik niet goed voor mezelf zorg, of voor mijn tempeltje, dat ik alles kan doen, eten kan maken, voor mijn kindjes, voor dit, voor dat. Hoe dan? En mijn kinderen, en dat geldt ook voor jou, natuurlijk zijn je kinderen belangrijk. Hallo, dus nu, dan blijf je met je... Die zijn heilig. Als ze klein zijn en groter worden. Alleen, ze zijn niet nummer 1. Want als ze 17, 18, 19, 20, 24, 25 zijn, dan zeggen de moeders bedankt. Hè. Ik ga lekker op mijn eigen wonen. Of ik ga met, dat je denkt, wat is dit voor een, waar komt mijn kind na mij thuis? Als mijn kind gelukkig is met, ja, dat moet je erbij neerleggen. Ook al vind je niks. Ook al weet je als moeder of vader zijn, oh my god. Laat een kind ondervinden. Ik zeg altijd, een kind moet proefvindelijk ondervinden. Laat maar. Laat maar. En dan zegt het kind ook, bye, leuk, bedankt voor de opvoeding, maar ga lekker voor mezelf verder. Sta je toch alleen als ouders? Dus wie is nummer 1? Jij. En je kindjes die gaan toch hun eigen weg. En dat is ook normaal, want het is natuurlijk niet normaal. Als je 50, 60, 70 bent, heel meer, nou je kan niet meer, dus je moet niet meer. Maar, hou op zeg. Kinderen gaan de deur uit, die vliegen uit. Hè? Dus, en terecht, maar jij bent nummer 1. Want als je zegt, mijn kindjes zijn nummer 1, dan zeggen ze, doei mama, ik ga naar Amerika, daar blijf ik wonen. Of ik ga in Frankrijk wonen, dan zit je daar al in Nederland. Oh, mijn kind woont in Frankrijk, dat is wel ver weg, hè? Ja. Ja, maar heb je ervoor gekozen? Ja, maar dan ben ik, ja, klopt. Kind zegt tegen zichzelf, ik ben nummer 1 en ik maak carrière in Frankrijk. Dat mag ik, ja natuurlijk mag dat. Praat even mee. ja, ik heb wel eens het opvangcentrum. Twee S'en op de kraag en een halleluja. Hoed. Ken je dat nog, Joke van Melsen vroeger? Ah, mijn zusjes die gingen in opdracht van mijn moeder. Ik was de jongste en die kregen dan zo'n rode blouse met gouden S'en. Want om de hoek hadden we bij ons het leger. Zijn mijn moeder had weer een aanval, dus die werd heilsoldaat. Wel ja, over 2 jaar. Mijn zusje moest het ook, hè, lachen. En dan was een liedje, twee S'en op de kragen en een ander liedje. Goed. Ah, ik was de jongste, ik heb het nooit gehad, nee. Oh my god, ja, dat was zo. Ken je dat, de jongens van Melsen, of van vroeger? Staat niet meer. Dan had je dus een opleidingje gevolgd, dan kreeg je een rood bloesje. Het was net een secte. Nee, wat zeg ik nu? Oh, ja, nog niet schitterend. Ik ben er graag voor anderen. Wat ik, even kijken hoor.
wat ik geleerd heb. Waar zijn de anderen als ik precies, als ik ze nodig heb. Gelukkig dat het nu meer is. Maar dat heb ik wel doorstaan over een groepsanalyse. Maar dat is ook zo. Waar zijn de juiste mensen als je ze nodig hebt? Die zijn er niet. Want ze zijn het allemaal egoïsten. Dat hebben ze geen zin, geen tijd en ze kunnen niks. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik weet precies hoe het voelt. Maar dan is het jouw, lieve schat, Annelies Gerards, is het aan jou om te zeggen. Zijn ze het waard dat ze in mijn vriendenkring blijven? Zijn ze mijn liefde, aandacht waard? Nee. Want ze hebben geen tijd, geen liefde, geen aandacht, geen respect voor jou. Waarom zou je dan tijd, liefde, aandacht en respect teruggeven aan iemand die egoïstisch, narcistisch gedrag getoond van nou zoek het uit, ik ben er niet. Heel simpel. Weg ermee, heb ik ook gedaan. Ja. En dan, Annelies, dan ben jij ook zo'n type die altijd klaar stond voor vrienden. Ik ken dat, ik heb het ook altijd gedaan. Midden in de nacht, altijd. En op een gegeven moment had ik ze nodig, net als jij. En toen hadden ze, konden ze niks, wilden ze niet, geen tijd. Echt, mag nooit meer binnenkomen, hè? Nooit meer. En het mooie is, om de zoveel jaar krijg je nieuwe vriendschappen, hè? Wist je dat? Om de 7, 8 jaar is het zo dat het altijd is van, nou, bepaalde vrienden vallen af, want die kunnen niet met je meelopen met hoe jij denkt en hoe je in het leven staat, dus die blijven achter. Prima, niks mis mee. Die mogen leren. Jij gaat door. En dan komen de andere vrienden bij. Hey, hallo, hoe is het? Ik loop met je mee. Ik vind jou zo leuk. En dan krijg je weer andere vriendschappen voor jaren. Zo, dat is normaal, hè? Want jullie leren dan van elkaar. Jazeker. Even kijken. Ik stond vroeg altijd klaar voor iedereen, zegt Jonke Hop. Ook al had ik het druk. Tijdens mijn ziekte heb ik vernomen wie mijn echte vrienden zijn. Zijn er maar weinig hoor. Ja, Jonke Hop, precies, precies. En dat is dus, baba. Liefens, op je eme collega's. Daar kun je mee zitten, kaart leggen, horoscopen. En ja, dat zei ik. Ik heb het al gezegd, kaart leggen, horoscopen. En ik kan ermee zitten, ja. Op C4 kom je bij mij binnen. Leuk, dan maak ik even contact met overleden dierbaren. Even kijken hoor, wie zijn er aanwezig? Optie 1, Rachel, Maria, Angel, Rinette, Anne Akkerman en René Bos. Optie 4, ja, kom je bij mij. En kijk even in die WhatsApp van de toekomst, lieve vrienden. De toekomst heeft voor speciaal voor jullie een WhatsApp in elkaar gelost. Dan kan je zien als je hem opent. Bloep. Even kijken. Dan zie je dus wie er elke woensdag of een zaterdag in de uitzending zit van mijn collega's. Het laatste nieuws van de toekomst voor jullie. De eventuele belbundel aanbieding is voor jullie. Kijk even in die WhatsApp. Dat doet de toekomst niet voor niks. Hè? Jullie. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Het is straks volle maand zeker. Ik moet namiddag bij de dokter zijn. Alle week keelontsteking. Het is straks volle maand zeker. Dat is geen idee. Het was vannacht volle maan. Ik keek op zo'n snoetje. Ik denk zo, jij bent volle maan. Ja, dat is mooi hè. Ja, ik werd vannacht wakker. Ik denk eens even naar buiten kijken. Nou, prachtig zo. Woep. Toen dacht ik, mandje luister is goed. Wat ik zeggen wil. En ja. En dat mag ik niet van Naomi, dus ik hou me stil. Liefers, even een geintje moet kunnen. En Prut is hier mijn schut, hè? Prut. En als je mijn schut. Zo, pak even een bakje Prut. Lekker en je ook op, hè? Liefers, sluit vrede met je verleden. Kom op. Heb ik ook gedaan. Ik heb ook een verleden van je zegt, jeetje mine. Hoe is het nog dat jij zo leuk in het leven staat? Omdat ik lesgeld heb gekregen. En ik heb geleerd, ik heb keuzes gemaakt. En als je keuzes maakt. Ja, bepaalde keuzes doen altijd even ouder. Dat doet zeer. Ja. Maar het maakt niet uit. Het maakt je sterker. Dat je weet, en dat nooit meer. Dit accepteer ik nooit meer. Dit laat ik ook niet meer toe. En ik wil die weg bewandelen. En ik ga niet meer die doodlopende weg blijven gaan, want ik stoot mijn neus. Ik ga oude deuren sluiten en ik ga nieuwe deuren openen. En dan ga je je pad bewandelen van 2024, 2025, 2026, vul maar in.
En dan ga je stralen. En dan kom je in je licht en je kracht te staan. En dan mag je je waarderen. En dan mag je zeggen, wat kan mij dan schelen? Wat een ander van me vindt? Doei. Ik ben ik. En ik mag er zijn. En ik waardeer mezelf. En wat laat ik niet meer gebeuren? Nou, mensen die liegen, mensen die bedriegen, mensen die vals zijn. Mensen in een relatie die niet bij me past. Dag, groeten. Grote monden van mijn baas op mijn werk accepteer ik ook niet. Want dan zeg ik, dag, zoek het uit. Ga een andere baan zoeken. Ja. Dat die baas denkt, oh, dan gaat mijn joker te krijgen weg. Een sterke kracht die kan krijgen. Dan vind ik, dat vind ik wel zielig. Want eigenlijk is het wel heel goed voor mijn bedrijf. Ja. Ik geef het als voorbeeld. Ik heb het wel gedaan vroeger. Oh. En doet niet toe bij wie. Maar ik zei, niemand liegt tegen mij. Jij liegt tegen mij. Klaar, dan groet ik van weg. Ja, dat was natuurlijk heel naar. En we willen niet kwijt. Ik zei, ik wel. Wie denk jij wie je bent als directeur? Doei. En dat zou ik nu nog doen. Als je liegt tegen mij. Echt waar, ik word steeds sterker. Dag. Klik erop. Maar dat is dus wat ik geleerd heb. En heb je een relatie, dan accepteer je niet meer dat je dus klein bent. Je bent groot. Je bent 2,80 meter. Wat zal ik horen? En je accepteert ook dat je nieuwe vrienden op je pad krijgt. Je accepteert ook dat het leven anders is geworden. Maar nog steeds heel mooi. Nog steeds heel mooi. Je kan ervan maken wat je wil. En het pijn en verdriet van vroeger aangedaan. Vanaf kinds af aan. Hè? Ik hoor ook wel verhalen dat van mensen die dus als kind niet echt de liefde hebben meegekregen van vader en moeder. Of die altijd achteruitgesteld werden. Want broertje ging voor. Ja, dat was een jongetje. En die werd natuurlijk nummer 1 gezet. Ja, dan krijg je een traumatische ervaring. En dat kan je de rest van je leven meesjouwen. Je kan ook zeggen. Weet je, ze wisten niet beter. En het was nou eenmaal zo. Nu ben ik volwassen. Ik mag er zijn. Ik ben een geweldig mens. En weet je, ik krijg toch geen antwoorden. En ik heb het ook nooit gekregen waarom ik achteruit gezet werd en mijn broertje niet. Laat het licht toe. Het licht, het universum is bij je. Je gidsen, begeleiders zijn bij je. En je krijgt alle kansen om een fantastisch leven op te bouwen. Nieuwe vriendschappen te sluiten. Een nieuwe relatie te krijgen. Zit je in de huidige relatie van je zegt, nou, daar heb ik het best happy de peppy mee. Helemaal leuk toch? Helemaal niks mis mee. Alleen mag je wel gaan beseffen dat het verleden niet mag blijven hangen wat jouw pijn en verdriet hebt gedaan. Want je schiet er kleine bal mee op. Nee, toch? Lievers, praat even mee. En ik heb gisteren uur naar de maan gekeken, zegt Annelies Gerards. Zo magisch hoe ze veranderen met een minuut. Leuk hoe je tegen maantje praat. Je maakt me vroeg. Maantje, luister is goed. En wat ik zeg, wou. Ja, ik ben zo, hè. Annelies Gerards, jij bent voor het eerst bij me. Ik ben de leukste, de gezelligste en de liefste. Dat vind ik gewoon. Kijk, en dat zeg ik dus nu, omdat ik afstand heb genomen van mijn verleden. Want toen voelde ik me helemaal anders. En nu voel ik me zo leuk, geweldig en gezellig. Ik zeg, dat kwam. Ik sta er ook volledig achter. En ja, weet je, dit is meer. Ik heb altijd humor. Altijd. En ik ben nooit chagrijnig. En ik moet af en toe op woorden letten. Want anders dan zegt mijn manager, dat mag ik niet zeggen. En terecht heb ze gelijk in. Want ze moet me af en toe een beetje terughalen. Maar weet je, ik ben wie ik ben. Ik ben een van de leukste Amsterdammers. De beste club van Amsterdam. Even kijken. Goedemorgen, Joke familie El Poppen. Hey wijfie, wat leuk dat je erbij bent. We hebben het over sluit vrede met je verleden. We hebben allemaal een verleden met pijn, verdriet, teleurstelling, zorgen, van alles en nog wat. Laat het daar. Neem het niet mee in het heden, in 2024. Blijf bij jezelf. Kijk eens wat een prachtig mens je bent. Waardeer jezelf, ja, zoals je bent. En pijn uit het verleden maakt ons wie we zijn. Want we hebben van onze pijnen geleerd. Dat is wel de bedoeling. Hè? Je hoort, tenminste vind ik, te leren van
Ai, ai, ai. Als ik even terugkijk naar mijn verleden, denk ik. Als ik kijk naar mijn leven toen, zou ik het never ever nooit meer genomen hebben, gepikt hebben. Never nooit. Toen wist je niet beter. Toen was je niet zo wijs als nu. Dus wist je niet beter. We hebben natuurlijk ook een bepaalde opvoeding, hè? En vroeger, en ik spreek heel veel mensen aan de lijn op die me bellen. Ja, dat zeg ik ook wel eens. Weet je, men wist vroeger niet beter. Jouw moeder kwam uit een verleden waar ze hetzelfde dachten. Ja, die hadden van die oogkleppen op. Die wisten niet beter. En nu, de vader en moeders van deze tijd, die hebben geen oogkleppen. Die kijken om hun heen en die zien veel meer. Maar wij toch niet? Ik ook niet. En de generatie daarvoor helemaal niet. Dan was het, de man is het hoofd van het huishouden, de man is de baard, die brengt geld binnen. En de vrouw moet kinderen baren, huis doen en zorgen dat het eten op tafel staat, dat het huis schoon is en dat de overhemdjes gestreken zijn. Ja, want de man is, ja, en altijd goed zijn en lief zijn voor je man. Ja, dat is 2024, als je dat nou tegen iemand zegt, dan zeggen ze, jij hebt een koekoek. Ik heb toch op, man. Nou, als ik gezin heb, ook een haal ik wat en anders doet Pietje het maar. Doei. En ik, kinderen baren en mijn huis in orde maken en gordijn en overhemdje strijken. Je dacht, ja, gezien heb ik het niet. Dat was vroeger anders. En gelukkig, en vrouwen gaan gelukkig werken. Die zeggen, nou Nederlands, bekijk je het even lekker. Ik heb een baan, ik ga centjes verdienen. En we gaan samen het huishouden doen. En als je onderweg bent gaan, neem je even boodschapjes mee. Dat was vroeger toch niet? Nou, dat is al het verschil waar ik blij om ben, dat zo veranderd is. Nou, dus het verleden, zoals je opgevoed bent, hè, dat nemen we niet mee in 2024. Nee, echt niet. Wat ik heb gedaan toen ik getrouwd was, hè, ja, dat was hem helemaal zo. Zo was je opgevoed. Tot de scheiding en vroeger, ik zei, nu is het klaar. Nu gaan die kleppen weg. Nu snap ik veel meer. Doei, koekoek. En nu, nou, de eerste beste man die op mijn pad komt, die zal een bepaalde eisenpakket moeten voldoen. Anders komt hij niet eens met zijn biel op de bank te zitten. En dan heb ik nog een ballotagecommissie zitten. Die zegt, gewoon even meekijken. Geintje moet kunnen. Optie 1, mijn collega's, even kijken hoor. Rachel, Maria, Angel, Rinette, Anna Akkerman en René Post. Daar kan je mee zetten, kaart leggen en de horoscoop doen. Optie 4, en het nog? Ja, kom je bij mij binnen? Heb je een vraag? Werk, liefde, verhuizing, financiën. Wil je daar contact maken met je vader, je moeder, wie dan ook, je hondje, je katje, je goudvis? Kom binnen, maak je contact. Ja, ik maak zeker contact met dieren. Ja, ja. Ik ken alles. Je moet weten wat ik allemaal kan. Alleen ik loop niet met alles te kopen. Maar kijk maar eens op mijn Facebook. Zo. Mooie reviews. Maar ook weer jaloezie eromheen. Hè? Oh, ik word zo beslissend van af en toe. Even kijken. Loslaten is niet zo makkelijk. Zeker niet in liefde. Naar iemand toe. Binnen het gezin of familie. En daar ben ik het niet mee eens. Kan je helpen? Ik ga je helpen. In liefde naar iemand toe binnen het gezin of familie. Dat is totale onzin wat je zegt. Jij bent nummer 1. En als jij zegt, ik kan degene in mijn familie of in het gezin niet loslaten, dan ben jij verkeerd bezig. Ik zeg het je met liefde. Want dan ben je zelf aan het klein maken, aan het wegcijferen. Terwijl jij niet happy bent of een ander. Onthoud. Kinderen die gaan volwassen worden en zeggen doei, ik vlieg uit. Dus, en iemand waar je van houdt, waar je een relatie mee hebt en waar je toch niet 100% happy mee bent. Nou, dan kan je kiezen, ik blijf hangen, maar ik ben niet happy, ik ben niet echt 100% gelukkig. En ergens hou ik wel van haar of hem, maar ik ben niet echt gelukkig. Ben je dan happy? Ben je dan goed bezig? Nee. Als je niet 100% gelukkig bent met iemand, ook al hou je 40% nog van die persoon. Dan cijfer je jezelf weer weg en elke dag van je leven gaat voorbij en je bent niet happy. Dan wordt het tijd dat je zegt, ik wil gelukkig zijn en ik ben nummer 1, ik ga voor mezelf kiezen. En het is eventjes pijnlijk voor iedereen, maar de groeten.
Hij of zij vindt heus wel een ander weer waar hij happy de peppy mag worden. En ik ga ook door met mijn leven. Want ik wil ook de jaren die ik waar mag zijn, in liefde en plezier leven. Dus gun een ander zijn eigen leven. En ik gun mij eigenlijk ook een ander leven. Wat je nu doet, is jezelf wegcijferen, terwijl je niet echt happy bent. En of het nou een kind is, of het nou een schoonfamilie is, of je zusje is, of je man is, of je vrouw is. Jij bent nummer één. En als jij niet happy bent, in welke relatie ook, lieve schat? Ja, het doet af en toe pijn. Maar er zijn meer dingen die af en toe pijn doen, maar het gaat allemaal over. En ik bedoel het enkel goed, en wat wil je wakker maken? Ik heb 40 jaar aan de zorg gewerkt, zegt Joke Hop. Heerlijk, dankbaar werk. Hele dag thuis leek me niks. Het valt mee, hè? Ja. Klopt, ik heb ook gelijk analyse. Ik wil jou geen pijn doen, maar ik wil je wakker maken. Ja? Toen ik de scheiding aanvroeg, was het ook pijnlijk. Ook voor mijn kinderen. Vooral voor mijn kinderen. Eén van mijn kinderen dan. Die had het er moeilijk mee. Mijn oude zoon zei lekker moe. Gaf lekker met jou, mijn moeder. Dat doet altijd zeer. Maar aan de andere kant. De vrijheid die we hadden en hebben. Het knechten. No way. Niemand knecht mij meer. Niemand gaat mij vertellen. Whatever. Nooit meer. Dat is de vrijheid die je dan pakt en krijgt. En je bent jezelf eindelijk. En dat is dan even pijnlijk. Het is moeilijk om vrienden aan de kant te zetten die het niet waard zijn in jouw leven te mogen zijn. Ja, het is pijnlijk. Maar het is maar 2 dagen en dan ga je door. Ja. Mag je zeggen, het is de schiet te binnen, mag je zeggen. Weet je, laat. Het gaat om jouw leven. Even kijken. Hey Joke Zevenmin, hallo. Ik moet er vandoor. Fijne dag. Dag lieve Joke van Melzen. En doe geen dingen die ik ook niet zou doen, hè? Boefje. Anje Prak, goedemorgen. Dini van Balen snippen. Ja, klopt. Ik krijg steken in mijn hart en tranen in mijn ogen. Mijn vader en Peterkind. Dat is het ergste. Weet dat je het goed bedoelt. Lieve schat, ik ben straks op box 198. Bel me dan eventjes. Dan gaan we het er even samen over hebben. Kan ik het je uitleggen? Wie, wat dan ook, het gaat om jou. Het gaat om jou. Dat heb je steeds gezegd. En jammer dan. Soms moet je mensen loslaten, wie het ook is. Als mensen jou pijn doen, onderuit halen en jij loopt maar erachteraan omdat je ze niet kwijt wil, dan ben je niet zuiver in jouw toes bezig. En stel je grenzen en laat die vader en Peterkind maar eens een keertje gaan nadenken. Je bent wel mijn box 198, liefjes. En ik heb het zeker goed met je voor. Ik wil je hem op de rit zetten, schat. Daarom zeg ik, laten we zometeen even, hoe laat is het, op box 198 erover hebben. Schatje, ga ik het je uitleggen. Want dit verdien jij niet. Jij verdient niet deze pijn, dit onrecht. Never nooit. Optie 1, mijn collega, schatjes. Ja. Kaart leggen, dan moet ik ze even weer zoeken. Kaart leggen, horoscopen en je kent de meest zitten. Maria, Angel, Rinette, Anne Akkerman, René Bos en ja, Rachel. En ik ben er ook zometeen op box 198 bij. Lieves, hoor dan. Laat het verleden maar los. Sluit vrede met je verleden. Zeg gewoon, oké, verleden. Ik heb geleerd van je. Ik heb mogen ervaren. Wat niet goed was en wat wel goed is en de pijn en het verdriet wat het gebracht heeft. Ik heb geleerd verleden dat dit me nooit meer in het heden gaat gebeuren. Want ik heb geleerd. Dus dank je wel verleden, hoe moeilijk het ook was voor mij, dat ik heb mogen leren, waardoor ik nu heel sterk in mijn leven sta, 2024. Waardoor ik nu zoveel van mezelf hou en mezelf zo waardeer. En ik weet wat goed is en wat niet goed is voor mij. Wat ik wil en wat ik niet wil voor mij. Ik heb geleerd mijn grenzen te stellen. Dank je wel verleden. Dat je mij dat geleerd hebt. Je mag omdenken. Je mag het omdraaien. En niet in mijn neuren naar het verleden kijken. Oh, nee,
Dank je wel het verleden dat je mij die lessen geleerd hebt. Dank je wel hoe pijnlijk ook dat ik weet nu. Wauw. Ben ik sterk. Het licht is bij me. Het universum is bij me. Mijn gidsen begeleiders zijn bij me. Ik ben helemaal de power girl. En dit is wat ik wil. Die kant ga ik op. Oude deuren gesloten. Nieuwe deuren geopend. Ik ga die kant op. En ik ga mijn weg vervolgen. Ik sta niet meer op dat kruispunt. Wat wil ik? Die kant ga ik door. Naar de toekomst. En mijn toekomst ziet er goed uit. Want er komen meer mensen op mijn pad die bij me passen. Er komt een relatie aan die bij me past. Want jij bepaalt. Jij voelt. Jij handelt. En jij beslist. Er wordt niet meer voor jou beslist. Dat doe je nu zelf. En wat je uitstraalt, krijg je terug. Straal je licht, liefde en power en kracht uit. Krijg je altijd krachtige mensen op je pad. Ja. Even kijken. Connie Burgemeester. Hey, schatje van me. Dag liefje. Bedankt voor je lieve berichtje. Ik ga boodschappen doen. Fijne dag. Nou, fijn dat ik je boodschappen doen. Neem voor mij ook even wat mee, schat. We hebben het erover, Connie. Dat sluit vrede met je verleden, schatje. Goedemorgen, lieve schat. Leuk je weer live te zien. Ja, lief. Love you. Goed gezegd, zei Jos en Stokkers. Hey, lieve Connie, hoor dan. Sluit vrede met je verleden. Lieve, wat we in het verleden allemaal hebben meegemaakt. Hè? Wat we in het verleden hebben meegemaakt, Corrie. Dat is niet meer relevant in het heden. Dat mag nooit, nooit zijn beslag leggen op ons nu in het 2024. En we hebben allemaal een pakje ellende en verdriet vanuit het verleden. Maar ik zeg, dankjewel verleden, dat je me pijn gedaan hebt, maar dat ik er ook van geleerd heb. Dankjewel verleden, dat ik nu geleerd heb mijn grenzen te stellen waar ik toen niet kon. Dankjewel voor de wijze lessen verleden. En ik laat het los. Het was toen, ik had niet meer veranderen. En dit ben ik, 2024. Here I am, baby. Ja, jij mag er zijn. Je bent een prachtmens. Je bedeert jezelf toch? Je bent toch een goed mens? En jij trekt de juiste mensen op je pad. Connie Burgemeester, daar hebben we het. Juist, zegt Connie. Mijn grote vriendin. Connie Burgemeester, klopt, schat. Let it go, let it go. Lekker, ja, leer lessen in ons leven. Dat is het ook. Dus het verleden, daar sluiten we vrede mee. Dankjewel, verleden. Hoe zwaar, hoe moeilijk. Ik ga niet meer slachtoffer zijn. En oh arme ik. Nee. En wat een ander heb gedaan om jou pijn te doen, bewust of onbewust. Ouders van vroeger, oma's, opa's en het verleden, die wisten het toch niet beter. Die hebben toch ook een opvoeding uit jouw kruiken erop zitten. Ja, die wisten ook niet beter. Wij leren nu 2024 hele andere opvoeding. Wij zeggen tegen onze kinderen, nou wat wil je zeggen, luister maar. Vroeger was het, luister je vader en moeder, wij zijn de baas, niet jij. Dat wisten we toch niet beter. Nu zeggen we, vertel schat, vertel. Dus wij leren toch ook. Dus die ouders van ons en die opa, oma en die daar nog verder vandaan, die wisten toch niet beter. Nou, als je dan zegt, oké, ik sluit de vrede mee, laat. Ik ben ik en ik wil een ander leven. Ik wil het leuk hebben. Ik had een keer op zondag had ik hutsport gemaakt. Kom mijn moeder binnen. Je eet geen hutsport op zondag. Want dat hoor ik niet. Nou, zeg ik wel. Er komt nou een duif binnen. Dus mijn oudje, mijn vadertje komt binnen. Nee, maar serieus. Dat was toch vroeger ouderwets. Nou, al eet je, mag ik ook niet zeggen. Al eet je gebakken. Oh, dan kun je wat eens kijken op zondag. Eet wat je eten wil. Dat was toch het oude westen vroeger. Even als voorbeeld. Ik wil een Nelson, goedemorgen. Leer les in ons leven, precies. Jep. Het verleden waren de lessen. En wat je niet wilt, nu nieuwe wegen scheppen voor de toekomst. Van wat je wil, precies. En je grenzen stellen, Joke. En je grenzen stellen. Lekker hoor, het wordt op zondag. Ja, eet wat ik lekker vind. Ja, nee, maar ik zweer het je, mijn moeder toen, warme kinderen klein. Dat eet je niet op zondag. Nou, ik wel. Nou, dat was wat, hè. Dat was een gospel. Oh, nou, ik wel. Ja.
Maar kijk, weet je, en ik heb toen ook mijn grenzen gesteld. Wat jij vindt, moet jij weten. Ik woon mijn eigen, ik heb mijn eigen leven. En ik bepaal wat ik wil en niet wat jij wil. Ik stel mijn grenzen. Nu ben ik heerlijk met mezelf. En ik heb zoiets van, ik bepaal lekker wat ik wil. En ook al zou ik een relatie bepalen, nog steeds wat ik wil. Natuurlijk moet je je aanpassen, maar tot zover. We stellen onze grenzen. En we houden van onszelf. Toen hadden we een periode dat je niet genoeg van jezelf kon houden. Wist jij veel? Maar nu wel. Lach, straal, je bent een sterk, mooi mens. En zet het leven op de rit zoals jij het wil. Vriendschappen verdwijnen, vriendschappen komen. Oude deuren sluiten, nieuwe deuren openen. Loop naar je pad. Ga je padden van 2, 5, 24. Ga niet meer op het kruispunt staan. Loop. Want je hebt die oude deur gesloten. Je gaat je eigen pad bewandelen. Met nieuwe vriendschappen, nieuwe mensen. En onthoud, dat zeg ik altijd. Onder 7, 8 jaar krijg je nieuwe vrienden. Waarom? Omdat jij spiritueel het groeien bent. En je bent het wandelen, je bent het lopen op jouw levenspad. En sommige vrienden kunnen jouw tempo niet bijhouden. Dus die blijven achter. En die hebben natuurlijk een heel andere opvatting in bepaalde zaken. Dat je denkt, je snapt het niet. En ja, jij moet doorgaan. Want als je blijft hangen om het 30.000 keer uit te leggen, kun jij niet door met je leven. Heb door. Een ander mag dan leren. Hè? Wat is er eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? En als die dan gaan nadenken, kunnen ze meelopen. Kom eens naar je toe. Kunnen ze je proberen in te halen. Onderweg heb jij weer nieuwe vrienden tegengekomen. Die net zoals jij in het leven staan met hun denken, doen en laten. En samen gaan jullie dan weer een nieuwe toekomst opbouwen. Waarvan jullie beiden kan leren van elkaar. Snap je? Zo werkt het. Even kijken. Even kijken. Corrie burgemeester, mijn ma was vroeger ook zo hoor. Ach, wat was dat de oude generatie, Corrie? Ach, hou op, ja toch? Ja, en luister naar je mom. Ja, dag. 2024 ging je luisteren maar naar mij. Hey, yo. Liefers, even kijken hoor. Optie 1, mijn collega's. Dan kun je machetten, horoscopen en dan kun je de kaart leggen. En wie zijn er aanwezig? Rachel, Maria, Angel, Rinette, Anne Akkerman en René Boers. En zometeen op jou. Dan krijg je een box 198. Werk, liefde, verhuizing, financiën en contact met overleden dierbaren. 198. Hey schatjes, hoor dan. Hoor dan. We hebben ook een WhatsApp van de toekomst. Hè? En even die openmaken. Plop. Dan kun je even kijken wat voor de fans hebben. In die WhatsApp heb neergezet, bijvoorbeeld wanneer woensdag iemand van 7 tot 8 in de uitzending zit van mijn collega's, de aanbieder kiest, de leuke aanbieder kiest. Er staat allemaal leuke dingen in, berichten voor jullie lieve fans, in die WhatsApp van de toekomst. Gewoon even openmaken. En daar zitten ook vaak aanbiedertjes in, belbundeltjes, hoe je de minuten kan blijven behouden, dat je kan blijven sparen, veel goedkoper kan bellen. Ik doe het. Even in de WhatsApp. Even kijken. Wel gezellige tijden hoor. Ik mis het dan. Nou, ik mis het helemaal niet. Het was niet zo gezellig. Het was weer een gezellig uurtje, Joke. Iedereen een fijne dag gewenst. Jij ook, lieve Joke, op. Alsjeblieft. Lieve mensen. Vroeger was het toch niet zo gezellig als nu. Vind ik hoor. Het was anders. Laat het zo zeggen, anders. Weet je, Corrie burgemeester. Ja. Hè? En weet je, bepaal je toekomst niet het verleden. Jijzelf met je acties en je overtuigingen. Blijf toch verdorie wie je bent. Hè? En vergelijk je never nooit met anderen. Vergelijk je never nooit met anderen. Want die kunnen niet in je schaduw staan, zo simpel is dat. Een ander doet wat een ander wil. Al trekken ze een rode trui met een paarse muts en een gestippelde schoenen. Wil jij dat? Blijf jezelf. Verander nooit veranderen. En weet je, wat anderen ook zeggen, laat gaan. En vergelijk je niet met anderen. Vergelijk je niet. Hè? Want elk huisje heeft zijn kruisje. Degene die naast je staat met je prachtig mooie auto, dan is er een bankje, moet nog 10 jaar betalen. Jij toch niet? Maak je dat druk? Vergelijk niet met een ander die 30 keer per jaar op vakantie gaat. Blijf zij weten. Kan niet meer betalen?
Wat jij druk. Ja, de ene keer vakantie dat jij mag gaan, dat komt veel leuker binnen dan dat je, oh ja, we gaan weer. Toch? Eens even kijken hoor. Dus verschil als elkaar af en toe. Even kijken. Annelies Gerrit, ik ga nu rusten. Ik heb geen energie. Nou, middag eindelijk naar de dokter. Veel liefde en een fijne week, lieve familie. Heel veel liefde en een fijne week terug. Even kijken. Het was weer een gezellig uurtje, Joke. Iedereen een fijne dag. Connie Gerrits moet lachen. Hallo, met mij is altijd een gezellig uurtje hoor. Ik weet het niet. Ja, ik kom voor de week weer hoor. Om 11 uur staat de healing van Joke. Energetische koorden doorbreken. Uit het verleden. Wil je hier graag bij zijn? Optie 5. Oh ja, ja, ik zie nu pas dat de sessie het ziet. Ik zie hem haast niet, dus ik vergeet dat. Ja. Optie 5, de sessie. Liefste ga ik de energetische koorden uit het verleden doorbreken. Dat betekent alle pijn en verdriet uit het verleden. Ga ik samen met de lieve helpers uit het licht. Gaan we energetische energie. Gaan we alles schonen. Je chakra's. Je aura en al het verdriet en pijn wat vastzit, dat gaan we energetisch schonen als een douche vanuit de kruischakra. En ik maak contact met de overleden dierbaren. Mijn allerliefste vaderje staat altijd hier met de mensen uit het licht die voor jullie in optie 5 een boodschap hebben. En dan gaan we de energetische koorden, die gaan we verbreken, die gaan we weghalen. Zodat je je bevrijd voelt en beseft, klaar. Ik laat het verdriet, pijn uit het verleden allemaal los. En energetisch gaan we het doorbreken. Klaar. En met deze prachtige energie op optie 5 ga ik jullie helpen. Samen met de helpers uit het licht. En degene die een boodschap mag ontvangen in optie 5. In deze prachtige sessie ga ik doorgeven. Die staan hier al te wachten bij mijn lieve vadertje. Optie 5. De energetische koorden uit het verleden. Waar je toch nog wel eens aan denkt. Dat je zegt, ik heb toch verdriet. En ik kan het niet loslaten. Want toen. En die koorden ga ik doorbreken. Die ga ik weghalen. Waardoor je sterker wordt. En in je eigen energie komt te staan. Van wauw. Dit ben ik dus echt. Weg met het verleden. Weg met die pijn. Optie 5. De energetische koorden uit het verleden. Worden weggehaald. Worden verbroken. En je krijgt een prachtig licht in je. Je aura wordt geschoond. Al het verdriet voor zover ik mag en kan. Uit het verleden gaan we weghalen. En je wordt weer sterker. En je komt in je eigen liefdevolle energie en licht te staan. De prachtige mensen uit het licht. Die nu voor jou klaarstaan. Om jou een boodschap te geven. In mijn sessie optie 5. Kom binnen. En ik ga je helpen. De energetische koorden, het verdriet, de pijn, alles wat vastzit, dat gaan we gewoon doorbreken en dat gaan we wegdoen. Klaar. En ik zet je in je eigen power, dat je dat niet meer zo beleeft. Dat je gaat slapen, dat je rustig wordt en dat je zegt, nou weet je, ik mag er zijn, ik ben een toppertje. Oh, ben ik blij dat ik die sessie heb gedaan. Weg het verdriet. Alles wordt gesproken, mijn aura, mijn chakras, alles. De kracht die ik voel en het inzicht die ik voel. Wauw. En dan krijg ik nog een boodschap van de overleden dierbare ook. Wauw. Optie 5. Kom binnen. Optie 5. 099870. De energetische koorden, het verleden, de pijn, het verdriet, de zorg, alles wat je is overkomen, aangedaan. Gaan we voor zover we mogelijk kunnen weggaan. En ik zet je in je eigen kracht. Kom binnen. Optie 5. Contact met die schatjes die hier staan. Maak je gelijk voor je. En die geven jou een boodschap in. Optie 5. Ja? En alles wat het verleden. Al die energetische koorden die jou vasthouden. Omdat je het verleden niet kan loslaten. De pijn, het verdriet, de teleurstelling. 1 minuut. Ja, is goed schat. Dan gaan we aan werken. Optie 5. Lieve schatjes. Ik vond het helemaal geweldig dat jullie er allemaal bij waren. He, en na de sessie ga ik op box 198 verder. Optie 5. Kom binnen. Schatjes, tot de volgende keer. Hou van elkaar. Wees lief voor elkaar. Bye bye.